Hallo allemaal. In de eerste aflevering van de vierdelige serie Anders TV Kijken gaat het over de slag om de kijkcijfers. Actie! Nog 2 dagen en dan starten we met een nieuwe spannende Nederlandse serie Koffersdoelen. Aanstaande vrijdag in Medisch Centrum West. Zaterdag na Nova bij de VARA op Nederland 3. Maandagavond om 19:30 bij RTL 5. Zondag op Nederland 1. Vanavond bij RTL 4. Weer zo'n schitterende natuurserie bij de EO. Hallo allemaal. In Nederland kijken we elke dag zo'n 2 tot 2,5 uur televisie. En het valt lang niet altijd mee om te kiezen. Er zijn zo ontzettend veel programma's. The Bold and the Beautiful. Ah, goede tijden, slechte tijden. Ik wil even iemand voorstellen. Medisch Centrum West. Is anders aan? Ja. En All You Need Is Love. Nou, noem maar op. En alle programmamakers hopen dat jij naar hun programma kijkt. Geen land ter wereld heeft zoveel omroepen als Nederland. We hebben er 8 op 3 verschillende zenders. De AVRO, KRO en NCRV op Nederland 1. De TROS, Veronica en EO op Nederland 2. En de VARA en de VPRO op Nederland 3. Ze heten publieke omroepen. Televisie maken is erg duur. De programma's kosten handenvol geld. Een paar voorbeelden. Een cameraman met apparatuur, 1650 gulden per dag. Een geluidsman met apparatuur, 500 gulden per dag. Een regisseur, 800 gulden per dag. Iedereen op televisie wordt geschminkt. Dat kost al gauw 500 gulden per dag. De programma's moeten in elkaar gezet worden. Daarvoor zijn dure computers nodig. Die kosten minimaal 3200 gulden per dag. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kosten van de decors, de huur van de studio, het salaris van de presentator, de kosten van de kostuums voor de grote shows. Dan krijg je een kopje thee met iets lekkers erbij. Of bijvoorbeeld de salarissen van de acteurs. Dat geld moeten de publieke omroepen ergens vandaan halen. Het komt van de reclame via de Ster. De Ster verkoopt zendtijd aan bedrijven die reclame willen maken op Nederland 1, 2 of 3. Het geld dat de Ster daarmee verdient gaat voor het grootste deel naar de publieke omroepen. Meer reclame op tv is meer geld. Je kunt lid worden van een omroep, dat kost een tientje per jaar. Maar als je een abonnement neemt op hun programmablad, ben je ook lid. Ietsje groter. En kleurrijker. De nieuwe Troskompas. Word lid abonnee. Word ook lid abonnee en bel nu. U kunt nu weer lid worden van de VPRO. Inkomsten zijn er ook via het kijk- en luistergeld. Ja, dat is leuk, hè? Iedereen die een televisie heeft, moet dat betalen. Het kijk- en luistergeld is eigenlijk een soort belasting. Maar het kijk- en luistergeld, heeft u dat eigenlijk al betaald? Nee? Nou, dat is niet zo mooi. Dat kan u namelijk bij controle een behoorlijke boete opleveren. In Nederland vinden we het belangrijk dat alle meningen aan bod komen. Ook die van kleine groepen mensen. En daarom is er een wet gemaakt. De Omroepwet. Als je wilt meedenken en praten over wat er zich in de wereld afspeelt, heb je veel informatie nodig. Die informatie kun je bijvoorbeeld krijgen door naar verschillende soorten programma's op de televisie te kijken. Om nu al die informatie goed aan bod te laten komen op de televisie, heeft de regering de Omroepwet gemaakt. In die wet staat dat de publieke omroepen culturele programma's moeten brengen, informatieve programma's, leerzame en ontspannende of amusementsprogramma's.
Veel mensen zijn dol op amusementsprogramma's als All You Need Is Love van Veronica. Dat soort programma's trekt veel kijkers. En meer leden. Dat is belangrijk, want als een publieke omroep te weinig leden heeft, mag de omroep niet meer uitzenden. Ook dat staat in de omroepwet. Ook naar een serie als Medisch Centrum West kijken veel mensen. Anton Mauve, een van de echt beroemde Haagse scholers. Maar er zijn veel minder kijkers naar bijvoorbeeld cultuurprogramma's zoals Museumschatten. Vestigde hij met dit soort gezichten in het Gooi. Naar een programma met klassieke muziek kijken ook niet zoveel mensen. En als maar weinig mensen kijken naar dit soort programma's, zijn er ook minder bedrijven bereid om televisie reclame te maken rondom zo'n programma. En minder reclame op televisie betekent minder geld voor de publieke omroepen. Frans Happel is televisiecriticus. Hij schrijft over alles wat met televisie te maken heeft. Hij vindt het belangrijk dat de publieke omroepen programma's blijven brengen waar niet direct miljoenen mensen naar kijken. Ja, je weet van tevoren, opera, ballet, schilderkunst, toneel. Dat zijn allemaal dingen waar niet iedereen voor in de rij staat. Alleen de mensen die er belangstelling voor hebben, hebben er vaak zoveel belangstelling voor, dat ze het juist heel graag willen zien. En het absoluut niet zouden willen missen op televisie. En als het niet wordt uitgezonden, ze dan echt missen. Nou, ik vind dat je ook die mensen, of niet ook, nee, zeker die mensen, de kans moet geven om dat te zien. Op hun eigen televisie, op hun Nederlandse televisie. Bovendien betalen ook de kijkers naar deze programma's kijk- en luistergeld. Zij hebben recht op dit soort programma's, zegt de omroepwet. Tot voor kort had je alleen de publieke omroepen op Nederland 1, 2 en 3. Alleen zij mochten Nederlandstalige programma's uitzenden. Maar in 1989 kwam RTL 4 erbij. En vorig jaar ook nog eens RTL 5. RTL 4 en 5 zijn commerciële zenders. Al het geld dat zij nodig hebben, komt uit de reclame. Ze hebben geen andere inkomsten. De organisatie die voor deze zenders de reclamezendtijd verkoopt, heet IP. Het geld dat IP daarmee verdient, gaat naar RTL 4 en 5. Hier, ik ben hier voor alles reiniger. Oké, ik ben klein, maar ik heb microkracht. The Vice is back. De zweep over downtown Miami. Crockett and Derbs, terug in de lucht. Op 5. Ook RTL 4 en 5 hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen naar hun programma's kijken. Bij RTL 4 is het heel belangrijk dat er veel mensen naar onze televisieprogramma's kijken. Omdat wij reclame verkopen rond die programma's. In die programma's zitten allemaal reclamespotjes. Die verkopen we en die mensen die zendtijd bij ons kopen, vinden het ook heel belangrijk dat er mensen naar kijken. De kantoren en studio's van deze commerciële zender staan net als die van de publieke omroepen in Hilversum. Dit is de redactie van het RTL Nieuws. Er werken allemaal Nederlanders. Toch zijn RTL 4 en 5 officieel buitenlandse zenders. Toen RTL 4 kwam, waren commerciële zenders in Nederland nog niet toegestaan. Dat stond in de omroepwet. Om die wet te omzeilen, zijn ze nu Luxemburgse zenders. 5, 4, 3, 2, 1. En Vries en Kompo. Goedenavond. Opnieuw tientallen gewonden en 5 doden. RTL 4 en RTL 5 hebben dus niets te maken met de Nederlandse omroepwet. Ze zijn ook niet verplicht om verschillende soorten programma's uit te zenden. Dus die verplichting bestaat absoluut niet voor de commerciële omroep. Als een commerciële omroep een hele aantal film wil uitzenden, dan doen ze dat. Dus ze zullen kijken naar die programma's die een groot publiek trekken, die populair zijn. Dat betekent als vanzelf minder soorten programma's. Amusement, vertier, film, sport, nieuws. En informatie als het spannend is. Dames en heren, Henny Huisman. Surprise, surprise.
Populaire programma's als de Surprise Show leveren veel reclamegeld op voor RTL. Bedrijven willen graag adverteren. Want als er veel kijkers zijn, kan een bedrijf in één klap met zijn reclamespot miljoenen mensen bereiken. En RTL 4 en 5 mogen ook veel meer reclameboodschappen uitzenden dan de publieke omroepen. Het verschil tussen Nederland 1, 2 en 3 en RTL 4 en RTL 5 is dat er bij ons ook reclame in de programma's wordt uitgezonden. Voor ons is dat belangrijk, omdat als er reclame wordt uitgezonden tussen de programma's door, dus het programma is afgelopen en dan is er reclame en daarna begint het volgende programma, dan gaan veel meer mensen gaan met die afstandsbediening gaan eens even zappen, gaan kijken wat er nog meer is. Als die reclame in dat programma zit, dan doen veel minder mensen dat, want ze blijven zitten om te kijken wat er in het volgende deel gaat gebeuren. Het wordt steeds belangrijker voor de omroepen om te weten hoeveel mensen er naar hun programma hebben gekeken. Want hoe meer kijkers, des te meer reclame en dus meer geld. Daarom wachten ze de dag na hun uitzending altijd vol spanning op de bekendmaking van de kijkcijfers. Die geven aan hoeveel mensen er naar hun programma hebben gekeken. Goedenavond, u spreekt met Hanneke Piening van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. Ja, goedenavond, je spreekt met Marielle Heemskerk van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS in Hilversum. Goedenavond, u spreekt met Ellen van Dalen van de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek van de NOS. In Hilversum zit de dienst Kijk- en Luisteronderzoek. Deze dienst onderzoekt al bijna 30 jaar het kijk- en luistergedrag van de gemiddelde Nederlander. De dienst Kijk- en Luisteronderzoek onderzoekt hoeveel mensen er naar een programma kijken, wat zij van een programma vinden en ook wat voor soort mensen er naar de televisieprogramma's kijken. Alsof het juist jonge mensen zijn of oude mensen, of het mannen zijn of vrouwen. Het is belangrijk omdat het de enige manier is voor de omroepen om een beetje in de gaten te krijgen of er mensen naar hun programma's kijken. Bij allerlei andere zaken, bijvoorbeeld een theater of een bioscoop, kun je zien hoeveel mensen er binnenkomen, want die moeten een kaartje kopen. Televisies staan in de huiskamer, dus omroepen kunnen nooit zien hoeveel mensen er naar hun kijken. Toch is dat nu mogelijk. Sander en Annemijn kijken tv. Bovenop de tv staat de kijkmeter. Dat kastje vraagt nu wie er kijkt. Met een speciale afstandsbediening geeft Annemijn antwoord. Ze is nummer 3 en dat wordt geregistreerd. Haar broertje Sander heeft nummer 4. Nu staat ook hij geregistreerd als kijker. De familie van Sander en Annemijn doet mee aan het dagelijkse kijkonderzoek. Ongeveer 2500 willekeurige mensen in heel Nederland zijn daarvoor gevraagd door de dienst Kijk- en Luisteronderzoek. Ik ga naar bed. Als het programma afgelopen is, gaat Sander naar bed. Maar eerst moet hij nog doorgeven wat hij van het programma vindt. Hij geeft een waarderingscijfer 8. De programma's krijgen allemaal een rapportcijfer. Daarmee kunnen mensen laten weten eigenlijk of ze een programma wel of niet leuk vinden. Dat zijn precies de rapportcijfers die ook op school gegeven worden, dus van 1 tot en met 10. En na afloop van een programma en soms ook tijdens een programma kunnen de mensen die aan het onderzoek meedoen laten weten wat ze van een programma vinden. Sander moet zich ook nog afmelden als kijker. Nummer 4 kijkt niet meer, zijn zusje blijft over. Als Medisch Centrum West op het scherm is, zitten de vader en de moeder erbij. Ze hebben zich aangemeld met nummer 1 en 2. En staan nu ook geregistreerd als kijkers naar dit programma. Ook zij geven na afloop een waarderingscijfer en zullen zich afmelden als ze uitgekeken zijn. Ik waardeer een 8. Ja, dit... ja, ik vond het heel goed deze keer. De vader geeft een 8, maar de moeder een 5. De kijkmeter staat niet alleen in verbinding met de tv, maar ook met het telefoontoestel. Elke nacht gaan alle gegevens over het kijkgedrag van de familie en van de andere gezinnen naar een grote computer in Hilversum. Daar worden de gegevens verwerkt en na wat berekeningen weet Kijk- en Luisteronderzoek de volgende ochtend al de kijkcijfers. De hoeveelheid mensen die naar een bepaald programma hebben gekeken. Vorig jaar trokken de commerciële zenders de meeste kijkers. Als je het een beetje over de hele week uitsmeert, dan wordt er toch het meest gekeken naar RTL 4. En met vlak daarachter Nederland 2.
De kijkcijfers worden door kijk- en luisteronderzoek doorgegeven aan Teletext. Vanaf 12 uur kan iedereen ze bekijken op pagina 250. Bedrijven willen hun reclamespots het liefst laten zien voor of na programma's waar heel veel mensen naar kijken. En RTL 4 bleek heel veel kijkers te trekken. Dus gingen de bedrijven daar steeds meer reclame maken en steeds minder bij de publieke omroepen op Nederland 1, 2 en 3. Daardoor verloren de omroepen een hoop geld. En nu moeten ze als een haast ervoor proberen te zorgen dat ook zij weer meer kijkers trekken. In the heat of night. De publieke omroepen proberen nu steeds meer programma's uit te zenden waar veel mensen van houden. De Tros heeft veel succes met In the Heat of the Night en Derk. Een omroep koopt dit soort series in het buitenland. Op een beurs als deze, de MIPCOM in Frankrijk. Dat is veel goedkoper dan ze zelf maken. Daarom krijgen we ook zoveel buitenlandse series te zien. Bij de Tros is Frank Mulder de inkoper van die buitenlandse series. Regelmatig bezoekt hij festivals en beurzen op jacht naar nieuwe films en series. Hallo. Goedemorgen. Op beurzen gaat het eigenlijk als volgt. Er zijn dus een heleboel verkopers en een heleboel inkopers. Zeg maar zo gemiddeld 8000, dat is echt heel druk. Je hebt van tevoren afspraken gemaakt. Omdat het zo druk is, is het meestal maar een half uurtje. Je gaat daar naar programma's kijken waarvan je weet dat ze al bestaan. Maar je wil er net even wat meer van zien dan dat je er al van gezien hebt of wat je erover gelezen hebt. Nou, dat doe je op zo'n beurs. Als je het interessant vindt, dan zeg je, kunt u mij die cassette sturen? Dan kijk ik thuis, op mijn gemak. En is het dan wat je zoekt, dan kan je daarna altijd de koop sluiten. Yes! 47 miles per hour, that's 12 over. We got us a live one. Hit it, Mr. Sweet! Een programma wat de Tros uitzendt moet in feite voldoen aan de doelstelling die de Tros heeft. De doelstelling van de Tros is eigenlijk de mensen vermaken. De mensen een prettig gevoel geven s'avonds. Als je hard gewerkt hebt de hele dag, dan wil je wel eens wat leuks zien. Somebody is at the window. Hello! Oh my god, not them. En het moet vooral gezellig zijn, want dat is wat de mensen willen. Gezellig, geen gezeur. Kijkcijfers zijn bij de Tros ook heel belangrijk. Feiten net zo belangrijk als dat bij RTL 4. Alleen bij ons staat er nog een ander cijfer achter. En dat is een rapportcijfer. Dus als je iets moois gemaakt hebt of iets moois gekocht hebt en daar staat een 8 achter, dan is het teken dat je je werk goed gedaan hebt. Mijn baas echter vindt het eerste cijfer belangrijker, de hoeveelheid mensen die er gekeken heeft. Want, en dat zal je bij RTL 4 ook zien, programma's waar veel naar gekeken wordt, daar wordt ook veel omheen geadverteerd. En dat brengt centjes op en dat is heel belangrijk. Just you and I. Just you and I. We care and trust each other. Ook de inkopers van RTL kopen veel series in het buitenland. Waarderingscijfers zijn voor de commerciële zenders niet belangrijk. Het is bij ons veel minder belangrijk wat de mensen ervan vinden. Het is veel belangrijker dat ze ernaar kijken. Enkele publieke omroepen zoals de EO en de VPRO vinden het minder belangrijk dat er miljoenen mensen kijken. Zij blijven programma's uitzenden die misschien niet zo gezellig zijn, maar waar hun leden wel van houden. Veel televisieprogramma's komen uit eigen land. Steeds vaker worden ze gemaakt door televisieproducenten zoals Joop van den Ende. In Aalsmeer staan de grote studio's. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder.
In een van die studio's staan de decors klaar voor de opname van Goede Tijden, Slechte Tijden. Per dag wordt hier één aflevering gemaakt. Goede tijden, slechte tijden, vrienden voor het leven. Zij zoekt de warmte bij hem op. Een eindje verderop staan de decors van Vrienden voor het leven. Het publiek zal straks op deze tribune plaatsnemen en lachen om de komische verwikkelingen. Ondanks alles zijn zij vrienden voor het leven. S'avonds stroomt deze Aalsmeerse amusementsfabriek vol mensen. Ze hebben een kaartje gekocht voor de surprise show van Henny Huisman. Spandoeken met de naam van hun idool horen erbij. Ik vind het wel lekker dat we bijvoorbeeld het een beetje het gevoel hebben dat we één familie zijn. Want ik kan me voorstellen. Voordat de show begint, brengt de applausmeester het publiek in een goede stemming. Henny Huisman! Sinds dit jaar werkt Job van den Ende nauw samen met John de Mol in Hilversum. Nog zo'n grote televisieproducent. Ook hier worden dagelijks programma's opgenomen. Als u voelt dat u moet lachen, ga dan niet zitten van... Maar, hè? Lekker los alles. Goed, nou, dat zit er wel in. Ook de publieke omroepen laten veel programma's maken door Job van den Ende en John de Mol. Zoals Veronica. Hier een opname van In de Vlaamse Pot. Langzaam maar zeker komen er steeds meer programma's op de buis die op elkaar lijken. Hoe gaat de toekomst van de publieke omroepen eruit zien? Als de commerciële omroepen RTL 4 en RTL 5 steeds meer kijkers trekken en dus meer reclamegeld ontvangen, hebben de publieke omroepen steeds minder inkomsten. Om te overleven zullen ze iets moeten doen. Er zal veel meer samengewerkt moeten worden. Wij zullen ook moeten proberen om elke dag om 6 uur, wat we nu al doen, actualiteiten, nieuws, weerbericht, maar om 6:30 elke avond een leuke comedy. Over de hele breedte, want zo noemen ze dat dan breed, over de hele breedte. Dat is het belang van elke dag op dezelfde tijd hetzelfde programma. Maar het is nog maar de vraag of er geld genoeg overblijft om al de publieke omroepen op 3 zenders te handhaven. Als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat er 2 blijven bestaan. Maar dat is koffiedik kijken, want ik ben geen waarzegger. Maar als het zo doorgaat als het nu gaat, ben ik wel erg bang dat er... maar 2 overblijven. Bij de commerciële zenders liggen ze er niet wakker van dat de publieke omroepen minder kijkers en dus minder reclameinkomsten hebben. Als dat zo doorgaat, dan is het maar de vraag of er nog genoeg geld is om Nederland 1, 2 en 3 in stand te houden. Ja, en misschien gebeurt het dan dat er alleen nog maar een Nederland 1 en een Nederland 2 is. En noemen we RTL 5, RTL 3 en dan is het allemaal weer goed op de televisie geregeld. Volgende week gaat Anders TV kijken helemaal over... reclame op televisie. Maar nu hebben we eerst voor jullie de kijkvraag. Je ziet zo meteen een promotiefilmpje, oftewel promo, zoals je er elke avond wel een paar kunt zien. En de vraag is, waarom zenden de omroepen die filmpjes eigenlijk uit? Dag, tot volgende week. In de jackpot 1450 gulden en zo dadelijk in aflevering 335 van Lingo voor de 3e en laatste maal de computerdeskundigen. Zullen ze het redden? Kijken.
Het begeleidend materiaal bij deze serie bestaat uit een docentenhandleiding en een leerlingenboek. Deze kunnen alleen tijdens kantooruren besteld worden bij de NOT. Telefoon 035 23 62 60. Om 11:30 volgt het programma Mij een Zorg,